heb een liedje geschreven over mijn vader. En dat bewaar ik nog even tot september. Hebben een leuke clip opgenomen in Amsterdam. Is bijna af. We hebben nog wat beeld van mijn vader gevonden. Nou, een beetje emotioneel. Maar prachtige melodie. Daar kom ik mee in september. Nou ja, dan even vanuit de vaderfiguur. Dan zie je dat je zoon overal te pas en te onpas tevoorschijn komt. Je zei het vorig jaar al van ja, dat kon wel eens hard gaan en hij kon mij wel eens voorbij gaan. Maar je ziet hem nu overal, hè? Ja, hij wordt voor de gekste dingen gevraagd. En dat vind ik erg leuk natuurlijk. Ik ben al een paar jaar bezig om hem een beetje te lanceren. Nou, tegenwoordig heeft hij een eigen manager en die is goed voor hem bezig. Welke kant het opgaat, dat weet je nog maar niet. Want ja, wat gaat hij precies doen? Gaat hij acteren? Gaat hij iets presenteren? Hij heeft in ieder geval de looks. En men vraagt hem voor programma's. En dan moet maar even afwachten wat het wordt. En het laatste, hoe ik hem echt zag spelen, dacht ik, hey, had ik niet achter je gezocht, broer. En Dreetje is een vriend van hem. En die dacht ook, ja, ik gooi hem gewoon voor de leeuw. Eens even kijken wat het wordt. En hij belde me de volgende dag op. Hij zegt, hij deed het echt erg goed, hoor.